Dankjewel, luisteraars. Goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Owen Venlo, welkom. Ja, hi hi. Owen, we gaan beginnen met Wel Geïnformeerd met een gesprek met de heer Erik Kastelein. De heer Kastelein is historicus. Hij heeft zich de laatste jaren toegelegd op de, zeg maar, het herinneringserfgoed van Suriname. In het jaar 2020 verscheen het boek Oog in Oog met Paramaribo. Het is een, ja, zeg maar een gids, een verzameling van alle werken die verwijzen naar een historische persoon of een historisch gebeurtenis. In, die werken betreffen, ja, standbeelden, borstbeelden, plaquettes, bomen, pleinen in Paramaribo. En afgelopen week is de tweede druk uitgekomen. En de tweede druk is, het is de herziene tweede druk, moet ik zeggen. En er zijn 7 nieuwe verhalen in opgenomen. En als het goed is, is meneer Kastelein nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Kastelein. Ja, goedenavond. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Ja, meneer Kastelein, u bent niet begonnen als historicus, maar u heeft zich later toegelegd op de geschiedkunde, klopt het? Ja, klopt inderdaad. Ik heb altijd gewerkt in het bedrijfsleven als commercieel manager. Ik ben later geschiedenis gaan studeren en op een gegeven moment ben ik in Suriname terechtgekomen en dat... Toen ik de eerste keer de trap naar beneden afliep op Zanderij, ja, dacht ik van, figuurlijk ga ik hier nooit meer weg. Ja, ja, ja. En in het jaar 2020 is het boek verschenen van uw hand Oog in Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. En het is een verzameling van alle historische gedenktekens in Paramaribo. Ja, die verwijzen naar een historisch gebeurtenis of een historische persoon. Ja. Ja, het gaat over bijzondere mensen en bijzondere gebeurtenissen die in de afgelopen 250 jaar een gedenkteken hebben gekregen. En het fascinerende daarvan is dat die geschiedenissen daarachter, die zijn aan het verdwijnen. Dus, en ik heb die geprobeerd vast te leggen in de eerste druk. En nou ja, die was snel uitverkocht. En we zijn nu bezig met, aan de tweede druk van uitgeverij Saint Prisant uit Zoetermeer. En die deze tweede druk helemaal heeft begeleid. Ja. En dat is een, het was na 16 maanden, 17 maanden dat die eerste druk uitverkocht was, midden in de coronatijd. Dus het was een redelijk goed succes met heel veel mooie positieve persberichten. Ja, en in de tweede druk heeft u enkele fouten of misverstanden gecorrigeerd. Ja. En er zijn ook 7 nieuwe verhalen opgenomen. Ja, 7 nieuwe verhalen. Toen het boek verscheen, zijn daar in die periode tussen 2020 en 2023 zijn daar 4 nieuwe gedenktekens gekomen die een historisch verhaal vertellen. Zoals het monument over de politie en de omgekomen politiemensen tijdens hun werk. Dat zijn dat is nogal een boeiend en een triest verhaal. Maar dat monument staat er en dat moet verteld worden. Ja. En daarnaast had ik drie gedenktekens gemist. En die heb ik alsnog in het boek toegevoegd. En ik moest daarvoor natuurlijk weer naar Suriname. En dat is de minste straf natuurlijk. En dan kan je weer drie weken op onderzoek uit daar en veel foto's maken. Want ik heb de foto's ook allemaal zelf gemaakt. Ja, en u heeft het net naar voren gehaald, het politiemonument. En daar heeft u ook het verhaal van de vader van Frederik Vos opgetekend. Ja, heel goed. Ja, Harry Vos. Harry Vos, sorry. Ja, nee. Harry Vos is een Surinaamse verzetheld die
ja, onderscheiden is, een hoge onderscheiding heeft gekregen in Nederland. Hij is in 1943 is die, als militair, is die Nederlands militair in Indonesië, is die door de Japanners geëxecuteerd. Maar jaren daarvoor woonde hij in Paramaribo. En zijn vader was politieagent, Wilhelm Vos. Zijn vader was politieagent en die moest op een gegeven moment naar Kommerwijnen om een Javaan te arresteren. En die heeft hem zodanig gekapt, hè, als ik dat mag zeggen, in zijn been, dat hij ernstig gewond werd en naar Paramaribo werd overgebracht. Nou, daar in het Sint-Vincentius ziekenhuis, vlakbij waar de familie woonde, is hij verpleegd. Zijn zoon Harry Vos is nog gebruikt voor een bloedtransfusie. Hij was toen 17 jaar, Harry Vos. Ja, dat was te laat en hij is overleden. En nou ja, jaren later, wat ik vertelde, is Harry Vos als kneelmilitair in Nederlands-Indië geëxecuteerd omdat hij weigerde voor de Japanners te werken. En hij is toen doodgeschoten. En als laatste wens had hij de Nederlandse vlag en die heeft hij om zich heen gedrapeerd. En zo heeft een hoge Japanse militair hem door het hoofd geschoten. Ja, en En hij duikt voor de Willemsorde. Willemsorde. De Willemsorde gekregen. Ja, en het was de bedoeling dat prins Bernhard de Willemsorde persoonlijk zou overdragen aan zijn familie. Ja, dat is ook gebeurd. In 1950 gebeurd. En dat is de nieuwe informatie in het boek. En dat is wat eigenlijk niemand wist. Harry Vos overleed dus werd doodgeschoten in 1943. Maar hij was toen net een aantal maanden, een maand of 4, 5, getrouwd met de dochter van zijn commandant. En die dochter, zijn vrouw, die was dus 3 maanden zwanger. En dat wist Harry Vos. Maar hij heeft zijn kind dus nooit gezien. Maar de hele familie in Nederland wist deze geschiedenis niet. En dat is pas later is dat naar voren gekomen. Ik ben benaderd door nazaten van die zoon. En die hebben mij dit verhaal verteld. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat heb ik dan ook verder opgetekend in het boek. Dat is een stuk belangrijke informatie. Ja. Belangrijk man. Robert Venlo? Ja, heel opmerkelijk. Ik kan me herinneren, misschien was ik een jaar of 7, 8 of zoiets, dat mijn vader ons verteld heeft in Suriname dat hij een vriend was van Harry Frederik Vos. En dat ze zoveel verdriet hebben gehad dat hij dus gefusilleerd was door de Japanners. En mijn vader zat ook bij de politie toen. Vandaar, ik hoor nu van u dat de vader van Harry Frederik Vos bij de politie zat. En toen dacht ik, hey, daarom kende mijn vader Harry Frederik Vos. Schitterend. Ja. En even aanvullend, toen hij inderdaad laatste wens gewikkeld te worden in de Nederlandse vlag. En toen hij doodgeschoten wordt, heeft hij geroepen, leve de koningin. Ja, het zijn opmerkelijke verhalen. En ik heb ook documenten gezien van militairen die dit allemaal op hebben getekend. En dus het is geen verhaaltjes, geen verzinsels, maar dit is allemaal echt gebeurd. Ja. En vandaar dat hij ook die militaire Willemsorde heeft gekregen. Mag ik vragen, in welke jaren heeft uw vader bij de politie gezeten in Suriname? Nou, in de jaren 30. In de jaren 30, oké. Nou, hij was eerst in Nikeri en daarna Paramaribo. Ja, dan kende hij waarschijnlijk ook de commissaris Nico van Beek. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, goed. Meneer Kastelein. Ook de Abraham Krijnsenweg is opgenomen. Toen ik dat las, dacht ik, ik ken die weg. Het bestaat al sinds eeuwen, zeg maar.
Ja. Maar in de vorige editie was het niet opgenomen? Nee, die, die ontbrak. Ja. En dat was een, helaas was een gemis. Maar de uitgever, Radin Takourin, die stond erop dat dit verhaal er nu wel in zou komen. En nou ja, dat heb ik, daarvoor heb ik gezegd van ja, en terecht. Want waarom is die weg opgenomen? Omdat hij is speciaal aangelegd ter herdenking van 250 jaar Abraham Krijnse. Ja. En die is, ja, die is speciaal aangelegd van de Tamarindelaan naar Fort Zeelandia. En daar was helemaal geen toegangsweg. Dat is een beetje ook een moerassig gebied. En die weg is speciaal daarvoor aangelegd. En is dan ook met, een, met heel veel feest en vuurwerk en is die onthuld. Oftewel in gebruik genomen. En ja, hij wordt natuurlijk dagelijks door honderden mensen gebruikt, deze, deze weg. En ik vond het belangrijk om de mensen dan daaraan te herinneren. Ja, maar die weg heeft dus een historie. Hij, heeft, ja. Hij is niet zomaar aangelegd, maar er had een speciale, in die tijd een speciale reden. Nou, en dat was in 1917. Ja. Meneer Kastelein, omwille van de tijd, er is ook een verhaal te vertellen over professor Flu, hè? Ja, de rector, voormalige rector van de Universiteit van Leiden. Indrukwekkend man. Ja, een man die de Surinaamse waterleidingmaatschappij mede heeft helpen oprichten. Ja, zeker, zeker, zeker. En er is ook een tragische oorlogsgeschiedenis hier, ja. Hier in Nederland. Ja. Ja. Ja, zeker, zeker. Zijn zoon is, hij zelf is ook opgepakt. En, maar zijn zoon Hans, Hans Flu is, is opgepakt door de Duitsers. En is standrechtelijk geëxecuteerd. Hè. Hij gaf patiënten valse getuigen, getuigen of medische verklaringen, waardoor ze niet naar Duitsland hoefden. En hij is standrechtelijk geëxecuteerd. En dat is natuurlijk heel triest en tragisch. Ja. Paul Flu. En dat is wat, wat we hebben bereikt met Paul Flu. Die hing, zijn borstbeeld hing in het academisch ziekenhuis Paramaribo, maar dat was anoniem. Nou, en hij was in de jaren 1939 was hij rector magnificus van de Universiteit Leiden. Echt een ongelooflijk goede prestatie. Ja. En ik heb afgelopen jaren met de rector magnificus in Leiden afgesproken van rector, wilt u een plaquette sponsoren voor professor Paul Flu, zodat hij niet meer anoniem aan die muur in het academisch ziekenhuis Hoort Paramaribo hangt. Nou, toen heb ik Lucien Vaag benaderd, een Surinaamse mediaman die een documentaire over hem heeft gemaakt. Nou, en die heb ik gevraagd van Lucien, wat voor tekst moet erop? Nou, toen kwam Lucien met een prachtige teksten, waarin Paul Flu volledig recht wordt gedaan. En dat hebben we afgelopen oktober 2022 met, nou, voor de pers en voor veel, veel mensen, voor de directie van het AZP, heeft Universiteit Leiden dat aangeboden en is die plaquette onthuld en hangt Paul Flu niet meer anoniem aan de muur van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Deze grote wetenschappen. Heel mooi. En er is ook, wat mij ook intrigeert, meneer Kastelein, is, er zijn twee borstbeelden van Eilers de Haan in de, te vinden. Eén in Suriname, één in Nederland. Ja. Ja, hoe bent u daarachter gekomen? Ja, speurwerk, archiefwerk. Ja. Speuren zoeken en op een gegeven moment dan kom je daarachter. En het zijn identieke beelden. Het enige verschil is het volgende. Het beeld van Eilerts de Haan in Nederland, in het Tropenmuseum, heeft altijd binnengestaan. Het beeld in Paramaribo, in Suriname, heeft altijd buiten gestaan. Ja. Ja, en dat zie je. Want dat beeld in Suriname is heel erg geprobeerd en wat slecht geworden. Maar ja, het heeft wel een mooie patina gekregen, hè, zoals ze dat noemen. Dus dat is ook wel weer een intrigerend geheel. Ja. Ja. En het mooie is wel, en dat merken wij nu heel erg, de uitgever, hè, is dat bij zo'n tweede druk, mensen die gaan opeens zich ontzettend interesseren voor die geschiedenis. En dat merkte hij ook trouwens aan de ambassadeur, Rien de Cargi, de Surinaamse ambassadeur in Nederland, die het voorwoord heeft geschreven. Ja. En dat is wel heel erg
heel erg fijn dat hij die belangstelling voor de geschiedenis... Maar wie was de Haan? Eilert de Haan, ja, wie was hij? Eilert de Haan. Ja, wie hij was, Eilert de Haan. Eilert de Haan was een Nederlandse wetenschapper die twee keer op expeditie is gegaan naar Suriname om het binnenland in kaart te brengen. En hij is bij zijn tweede expeditie is die heel erg ziek geworden, malaria gekregen en is midden in het oerwoud is die overleden. En hij is daar ook ter plekke is die begraven. En op de kaarten van Suriname staat het aangegeven graf van Eilert de Haan. Ja. En enkele jaren terug is er een tweede expeditie geweest naar het graf van Eilert de Haan. Ja, klopt. Door een achterkleinzoon. Ja, meneer Kastelein, we krijgen een bericht van een luisteraar naar aanleiding van onze item over Flu. De zoon van professor Flu is opgepakt bij wijze van een straf, want er was een aanslag gepleegd op een hoge SS'er, op een hoge nazi. En toen zijn willekeurig mensen opgepakt. Ja, mensen die antecedenten hadden in het verzet of iets dergelijks. En de zoon van Flu was erbij. Ja, klopt. Dat noemden de Duitsers de Libertanen executies. Libertanen, dat was als er een Duitser of een NSB'er betrokken was bij een aanslag of vermoord was, dan zeiden de Duitsers in die bezettingsperiode, dan nemen wij wraak en dan halen wij drie mensen die executeren wij. Ja. En bij die aanslag in Leiden was dat, zijn er 50 mensen opgepakt, waaronder professor Paul Flu en Klevinga, de beroemde professor Klevinga is die ook opgepakt. Ja. Maar drie mensen, die zijn toen geëxecuteerd. En dat het was onder andere Hans Flu zat daarbij. En er is een gedenkteken op de plek waar hij geëxecuteerd is, in Leiden. Ja. En begraven, hij is begraven in Leiden. En ik weet van de achterkleinzoon van Paul Flu, heet ook Hans Flu, dat zijn vader, Peter Flu, was toen 2 jaar oud toen zijn vader, toen die vader werd geëxecuteerd, dus Hans Flu. Oh, en die heeft zijn leven lang heeft die moeite gedaan om die hele geschiedenis te achterhalen. En heeft ook zelfs een boek. Met de daders gesproken. Zo. En dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Opmerkelijk. Meneer Kastelein, we krijgen nog een vraag binnen. Zijn er vrouwen geëerd met een plaquette, een borstbeeld of een standbeeld in Paramaribo? Ja. Ik heb even vlug gekeken. Ik zag Johanna Scholten Elsenhout, Sophie Redmond, vrouw in het algemeen, de Wojo Uma. Ja, heel veel. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar wat ik zeg, niet heel veel. Relatief gezien zijn veel meer mannen en gebeurtenissen zijn er bedacht, herdacht. Maar wat wel heel toevallig is eigenlijk, is dat 4 maart 1935, dus nu 88 jaar geleden, verscheen er een advertentie in een aantal Surinaamse kranten dat gevestigd werd Sophie Redmond als arts. En Sophie Redmond was een Afro-Surinaamse, van Afro-Surinaamse afkomst. En dat was in die tijd, in 1935, was natuurlijk heel opmerkelijk dat een Afro-Surinaamse arts werd. En daar heeft zij zich zeer hard voor gemaakt. En ze is dan ook een succesvol arts geworden. Hè? En niet alleen een arts, maar ook een radioman, een toneelspeler, een acteur, schrijfster en politica. Ja. En dat is een hele sterke Surinaamse vrouw. In Nederland heb je nog jaarlijks de Sophie Redmond-lezing. Die is er binnenkort eind maart is die weer de Sophie Redmond-lezing. En dat is een zeer sterke en mooie vrouw. En die heeft een mooi borstbeeld bij het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Ja. Meneer Kastelein, u besteedt aandacht aan de Melaatse. Er was een Melaatse kolonie in Paramaribo, Mayella. Geweest, ja. Ja, en, Mayella.
In de nieuwe druk is er een foto van de brug naar die vergeten Malaatse kolonie opgenomen, zie ik. Ja. Het verhaal is de, in 1895 kwam het de Melaatse inrichting Majella werd opgericht door Monsieur Wulfing. En waar lag dat in de stad? Dat lag aan de Gravenstraat en direct naast het Militair Hospitaal. En tegenwoordig het Slanshospitaal. Dat heeft geduurd tot 1964. Er zijn duizenden Melaatse mensen zijn er verzorgd op een groot terrein. Met een ingang aan de Van Schommeldijkse Kreek. Dus daar moest je een brug over. En dan kwam er op die Melaatse, de Melaatse inrichting lag ongeveer 2 ketting breed. En iets van 10, 12 ketting was dat diep. En dat is dus een heel groot terrein. Nou, in 64 is dat opgeheven. En dat terrein is op een gegeven moment is dat verkocht. En alles wat daarop stond, al die huizen, die zijn verdwenen. Maar toen ik van het onderzoek bezig was, dacht ik, ja, maar is dat nou echt allemaal verdwenen? Dus ik heb op een gegeven moment onderzoek gedaan. Ik ben daar naartoe gegaan naar dat gebied. Er staat nu in het midden van het centrum van Paramaribo. Hè. Ontzettend druk. Ja. Denk Armstraat, hoe het tegenwoordig heet. Nou, toen ben ik bij de nierdialyse naar binnen gelopen. Dat zit daar naast nummer 68, midden in de stad. En ik wist dat het ongeveer daar was. En ik ben de nierdialyse binnengelopen en ik loop door. En dan kom bij de Van Sommeldijkse Kreek en wat zie ik? Gewoon die oude brug. Ja. Oude Majella brug uit 19, niet de houten brug, maar de stenen brug uit 1930, 1935. Die staat daar over de Van Sommeldijkse Kreek. En de Van Sommeldijkse Kreek was vroeger een breed water. Tegenwoordig is dat niet breder dan 20, 30, 40 centimeter heel bruin water. En die hele omgeving is volgebouwd. Dus niemand kan erbij. Behalve als je het weet. Nou, en ik heb het nu ontdekt. En dat schrijf ik in mijn boek. Van als je daar naartoe wil. Als je dit historisch monument wil zien. Ja. Wat niemand meer kent. Nou, dan zou je altijd eerst aan de portier moeten vragen om toestemming. En dan kan je naar die Van Sommeldijkse Kreek. En kan je die brug zien. En die foto. Daar stond de uitgever ook op. Erik, ik wil die foto eigenlijk als laatste foto, als afsluiter in het boek hebben. Nou, dat heeft Rajin Takodin dan ook gedaan. Ja, ik heb nog twee vragen. Want één vraag gaat over het bronnenonderzoek, want dat vind ik ook bijzonder. Ja. U heeft bronnen bestudeerd die doorgaans eigenlijk over het hoofd worden gezien. Dat zijn archieven van privépersonen. Of archieven van organisaties, van verenigingen. Ja, ook van privé, ja. Ja. En ik moet zeggen, u bent echt doortastend geweest in uw bronnenonderzoek. Ja, dat moet en wel. En vindingrijk, ja. Ja, gaat u gaan. Een van de opvallende bronnen die ik heb kunnen raadplegen is het archief van waar ik net even over had, van Nico van Beek. Hè, de commissaris Nico van Beek, 1928, 1940 commissaris geweest in Paramaribo. Ik ben met zijn kleinzoon in contact gekomen. En die woont hier nou in de buurt. En ik heb dat archief van deze commissaris mogen inzien. En ik heb al zijn brieven aan zijn oudste zoon in Nederland heb ik mogen lezen. Ja, dat geeft een schat aan informatie die ik voor een deel weer heb kunnen gebruiken in dit boek. En ook bij mijn lezingen geef ik dan wat extra informatie. We konden niet in het boek, maar ik geef extra informatie over bijvoorbeeld over het oude politiebureau. U kent het oude politiebureau nog, hè? Ja, Waterkant, dat in brand geschoten is. Ja, wat in 19... Amsterdamse school, ja. Ja, wat in brand geschoten is bij de staatsgreep. Ja. En verwoest is. Maar ik heb uit het archief, uit het privéarchief van deze commissaris, heb ik prachtige foto's uit 1930, 1935 van dit oude politie, van het oude politiebureau. En die laat ik dan altijd, ik heb er een stuk of 3, 4, 5 van gekregen van die kleinzoon. En die laat ik dan altijd zien, ook in lezingen, hoe prachtig dit oude politiebureau was.
En hoe doodzonde en eigenlijk is onde is dat dit in vlammen is opgegaan bij de staatsgreep. Ja. Ik heb nog een vraag en een opmerking. De vraag is, heeft u ook iets opgenomen over Tetteri, een Hindoestaanse verzetsheldin? Ja, ik heb het hele verhaal opgenomen van zowel Barnett Lyon die stond daar eerst, Barnett Lyon. En die moest vanuit zijn functie moest hij de Hindoestaanse contractarbeiders terzijde staan, helpen en dergelijke. En dat ging natuurlijk wel wringen, want hij was zelf ook plantage-eigenaar. Ja, het is een slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, dat werkt misschien niet helemaal goed. Het is wel zo dat in die tijd, in 1908 uit mijn hoofd, hebben de Hindoestaanse landbouwers, contractarbeiders, hebben wel geld bij elkaar gebracht om dit borstbeeld van Barnett Lyon neer te zetten. Maar goed, dat is later is men anders over deze man gaan denken en in 2017 is die weggehaald en daar is het tandbeeld van Barnett of van Jenny Tetteri voor in de plaats gekomen. En Jenny Tetteri was een jonge vrouw, geboren 1884 en die op 20, 21-jarige leeftijd naar Nederland kwam. Of naar Suriname kwam met haar 1-jarige dochtertje als contractarbeidster. En die is in 1884, is die doodgeschoten bij een opstand op de plantage. Nou, ben ik even uit mijn hoofd kwijt welke plantage dat was. Maar die is doodgeschoten op een... Zorg en hoop, ja. Klopt. Zorg en hoop, oké. En de opmerking, heel kort, hoe opmerkelijk, Lucien Karrig, de man die zoveel heeft opgeschreven van Brad Flu, heeft een aantal jaren in dit panel van Wel Geïnformeerd gezeten met ons. Oké, okay, heel goed, heel leuk. Lucien Karrig, ja. Ja, Lucien Karrig is een fantastische man. Hij is de man van de historische verjaardagskalender, hè? Ja. Prachtige kalender die hij in Suriname uitgeeft. Helaas niet in Nederland verkrijgbaar. Maar ik sprak hem in oktober vorig jaar. En hij vertelde mij toen dat hij bezig was met een veel grotere kalender. Ook weer een verjaardagskalender, maar waar die bij iedere dag een foto opneemt van de persoon die hij daarin bespreekt. Dus dan worden 365 foto's. Een enorme klus. Meneer Kastelein, meneer Kastelein, de vraag is natuurlijk, kijk, Suriname, buiten Paramaribo, zijn er ook monumenten, bosbeelden. Het herinneringserfgoed beperkt zich niet tot Paramaribo. En die geschiedenissen, die zijn zo belangrijk daarachter. Ja, klopt. En is er een plan om ook buiten Paramaribo het herinneringserfgoed te beschrijven en vast te leggen, zoals u dat gedaan heeft met Paramaribo? Ik krijg van Sam Preussen, de uitgever, steeds meer de druk van Erik. Weet je, dit deel, deze editie loopt nu heel goed. Het is nu een week geleden verschenen, hè, geloof ik, anderhalf week geleden. Er zijn er al een paar honderd van verkocht, dus het gaat echt heel snel. Faco heeft een hele grote bestelling gedaan. Faco in Suriname, de boekhandel. Ja. En die zijn er groot voorstander van. Er komt heel veel belangstelling voor, ook in Suriname. Dus ja, deel 2 gaat er waarschijnlijk wel aankomen. We gaan dan wel proberen wat ondersteuning te krijgen, hè, subsidies aan te gaan vragen. Maar zodra dat rond is, ja, dan wil ik wel deel 2 gaan schrijven. Vooral omdat dit eerste deel nu toch een groot succes gaat worden. En voor de luisteraars in Suriname, als die luisteren, ik ben van 15 mei tot 6 juni in Suriname voor dit boek.
Ik hoop dan ook een aantal lezingen te geven, waaronder bij FACO, bij het NAS, het Nationaal Archief Suriname. Ja, heb je ook een website? Over. Sorry? Hebt u ook een website? Kunnen mensen nog contact met u hebben? Ik heb een website, Oog en Oog met Paramaribo, maar tegenwoordig ook een Facebookpagina. Wat heel snel werkt, waar ik heel veel informatie op zet over dit onderwerp en over lezingen. Dus dat kan allemaal op Facebook Erik Astelijn of Oog en Oog met Paramaribo. Dan kom je op mijn Facebookpagina uit. En ook op LinkedIn heb ik een social media pagina. Goed. Oké, geweldig. En meneer Astelijn, dat boek is... In de normale boekhandel te verkrijgen? Of ja, moet is in de boekwinkel te krijgen. En is ook bij de uitgever te bestellen bij Jean Pension. Die heeft dan ook een website. En die is zo te benaderen. Oké. Okay. En er staat ook meer informatie op. Ja. Okay. Ja, de uitgever, er komt de vraag over de uitgever. Dat is een beetje moeilijk uit te spreken in het Nederlands. Sampression.com. Sampression. Ja. Sampression. Sampreshan.com. Nee, wacht even hoor. Ik zal even spellen. Maar goed, het is bij ook. Ik heb het gewoon in Amsterdam bij Scheltema gehaald. Dus. Geen probleem. Ja, nee, dat is ook goed mogelijk. Maar de uitgever is dus Sampreshan. Ja. Sampreshan. En die zit in Zoetermeer, dus dat kan niet missen. Maar hij is ook in de boekwinkel verkrijgbaar. Ja. En meneer Kastelein, heel veel succes met de tweede herziene uitgave. Ja, dank u wel. En we wensen u veel succes in Suriname in mei, gaat u? Ja, en misschien als ik terug ben nog eens een keer een interview over mijn... Of een gesprek over ook mijn ervaringen in Suriname. Ja, graag, want dan dat willen onze luisteraars natuurlijk ook vernemen. Ja, dat denk ik ook. Dank u voor nu en nog een fijne avond. Yes, oké, dank u wel. Ja, bedankt hoor. Dag. Dag. Ja, Owen, heb je reeds een exemplaar besteld? Het is echt een aanrader. Ja, ga ik zeker doen, ja hoor. Ik heb echt genoten, Owen, toen ik de eerste drukles trouwens. Oké. Meneer Kastelein is een bijzonder vaardige schrijver. Hij brengt de geschiedenis tot leven. En het gaat allemaal om monumenten die wij kennen, hè? Ja, en inderdaad. We hebben bijvoorbeeld aan de Tourtollenlaan had je het borstbeeld van Dr. McDonald. Als kind liep ik daar voorbij, op weg naar mijn grootouders. En we vroegen ons af, van wie is dat beeld? Of van wie is dat borstbeeld? Ja. En nu lees ik dat het van McDonald was en wat hij betekend heeft als arts voor de mensen in Suriname. Dus dat vond ik wel één van de vele bijzondere aspecten in het boek. Ik was toch een jongetje. En toen hij is naar Suriname gekomen, Dr. McDonald. Ja. Geweldig sociale man. Klopt. Arme mensen, gratis consult. En hij kwam, en dat was voor mij helemaal geweldig. Dr. McDonald had een Amerikaanse sportwagen, een Thunderbird. Ja. En daarmee is hij verongelukt en doodgegaan. En die Thunderbird stond op Combe bij een garage, helemaal in de prak, op het trottoir. Heeft dat daar maanden gestaan en ik ben zo vaak langs gereden, zo verdrietig. En ik was gek op sportwagens, ben ik nog steeds. Daarom heeft het zo'n indruk op mij gemaakt als jongetje van, hoe oud was ik toen? Misschien een jaar of 10, 11 of zo. Geweldig. Ja, klopt. Geweldige, bekende sociale arts. Ja. Ja.